In het liedboek van 1973, ons vorige liedboek, verscheen een uitgebreide categorie met liederen die nieuw waren voor deze bundel. De zogeheten Bijbelliederen. Daarin bewerkten de dichters klassieke Bijbelverhalen, gaven ze een nieuw perspectief en zorgden ervoor dat we ze konden zingen. Zo ook dit lied, Wij willen de bruiloftsgasten zijn. Het eerste lied in deze reeks van Muus Jacobsen. Muus Jacobsen, dat was het pseudoniem van Klaas Hansen Heroma. Wij willen de bruiloftsgasten zijn. Let op het aanwezig stellen van ons, de kijker, de zanger, in dat verhaal van de bruiloft te Kana. We kijken er niet alleen naar, we zijn er zelf, we zitten daar aan tafel. We proeven mee van de wijn, we proeven mee van de nieuwe wijn die nog lekkerder is. Een lied voor de tijd van Epifanie, de tijd na Kerst. De tijd wanneer Jezus gaat optreden. Daar hoort dit verhaal bij. En daar horen we zelf bij. Daar mogen we zelf bij aanwezig zijn. Wij willen de bruiloftsgasten zijn.